En dat was echt wel een bucketlijst dingetje voor mij. En toen dacht ik, ik moet eigenlijk mijn bucketlijst eens een keertje op gaan schrijven. Goedemorgen, het is maandag en na 4 dagen vrij, kijk jullie open, zijn we ons aan het klaarmaken voor school. Ik heb een ontbijtje op. Ja, je hebt goed ontbeten. En ik heb zelf een outfit. En ik probeer met één hand een vaatwastablet schoon te maken, wat dus niet. Of open te maken, maar klaar. Schoon maken. Ja, dat is een beetje gek. Hier, wil je deze even? Ik heb wel een grote... Je hebt wel een grote mens dan. Maar kom op, anders komen we te laat. Nog één. Ja. Ik heb vandaag deze top aan van Envy, broek van Benetton en doenlaarsjes. En dan ga ik tas pakken en dan gaan we naar school. Gelijk boodschappen gedaan en ik heb aardbeien. 2 keer. Echt, die zijn niet aan te slepen. Paprika. Kieltjes. En spitskool. Ik maak altijd spitskoolschoten, want dat is echt heel lekker. Zo, risotto. Appels, vrij gezond boter tot nu toe, bananen en melk. En ik ben natuurlijk zaterdagjarig, maar we hebben het dit weekend heel druk. Dus daarvoor heb ik ook alvast dingen gehaald. Dan gaan we naar de ongezondere dingen. Maar deze valt nog wel mee. Lychee-sap, zo lekker. Chippies en chippies. En ik heb vast cola gehaald. Nou, zagen jullie pas, stond ik ook in de wacht, want ik was dingen met de bank aan het regelen. En ik had er geen bevestiging van gekregen en toen uiteindelijk die dag was het geregeld. En vandaag zou dat dus allemaal in werking gezet moeten zijn, zie ik dat het gewoon allemaal niet gebeurd is. Ik ben een jaar bezig geweest om het voor elkaar te krijgen. Is het gewoon niet gebeurd, dan sta ik weer in de wacht. Al onze medewerkers vorige keer gewoon 3 kwartier in de wacht gestaan. Blijft u wachten, dan wordt u zo spoedig mogelijk geholpen. Nou, toen werd ik uiteindelijk teruggebeld. En dan net op het moment dat je even niet kan opnemen, moet je weer zelf terugbellen. Sta je weer, weet ik veel hoe lang, in de wacht. Mega irritant. Dus zo begint mijn week nu alweer. Gisteren is de video van het tokkelen van de Euromast online gekomen. En dat was echt wel een bucketlijst dingetje voor mij. En toen dacht ik, ik moet eigenlijk mijn bucketlijst eens een keertje op gaan schrijven. Want ik heb best wel wat dingetjes die erop moeten. En dat vind ik leuk, dan kan je ze afvinken en dat kan ik ergens in huis ophangen of zo. Dus ik ga nu even een lijstje maken. En moet ik wel zeggen, ik vind mijn eigen handschrift niet altijd super mooi. Dus ik ga het even op een notitieblokje opschrijven. En dan mag Marco het voor me mooi gaan schrijven. Echt heel erg, mijn man schrijft gewoon netter dan ik. Dus daar ga ik even mee beginnen. Ik ga beginnen met de plekken waar ik nog naartoe wil. Naar. En dan ga ik die allemaal opschrijven. Ik wil heel graag naar Moskou een keer. Dat vind ik altijd echt mega gaaf op de een of andere manier eruit zien. LA, Miami. Daar ben ik nog nooit geweest. Ibiza ook niet. Dingen die ik wil doen. Of behalen. Ik wil mijn duikbrevet nog heel graag halen. Nou, het tokkelen ga ik er wel op zetten, want dan kan ik die afvinken. En dat vind ik wel leuk erop. Ik heb nu wat dingetjes op een lijstje staan. En dan zijn er altijd nog wel dingetjes die erbij komen, dus die zet ik er dan bij. En dan mag Marco het mooi op papier gaan zetten voor me. Dat weet u nog niet, maar dat is wel zo. En dan ga ik dat ergens leuk ophangen. Ik moet nog even kijken hoe ik dat ga doen. Maar het moet wel iets leuks worden. Het is weer tijd om Sarah op te gaan halen. En die ga ik vandaag het meest gelukkige meisje op de wereld maken, denk ik. Ze heeft wekenlang gespaard voor een pop. En die centjes heeft ze bij elkaar. Dus we gaan zo even snel naar de winkel. En dan kan ze die gaan kopen. Dus
En net als die volwassen, dat weet ze nog niet. En daarna weer snel door naar huis. We zijn uit school opgehaald ondertussen. Het was net zo raar. Ik wilde hier parkeren. En ik zet hem netjes achteruit erin. En ik stap uit, zegt er Amanda. Ja, waarom doe je dat zo? Ik zeg, waarom doe je dat zo? Ja, zo hard achteruit. Nou, het was gewoon normaal. Het was helemaal niet hard. Ik zeg, parkeer gewoon normaal. Nee, dat moet je niet doen. Ik zeg, waarom moet ik dat niet doen? Ja, maar je bent een vrouw en dan weet je het nooit of dat goed gaat. Oké. Dus ik heb die man maar even heel duidelijk verteld dat ik dat gesprek even niet verder ging zetten. Want dan zou ik dingen gaan zeggen waar ik misschien spijt van krijg. Zo wil ik me op straat niet gedragen. Maar echt, hoe dan? Waar denk je dat we naartoe gaan? Naar de Insta's. En wat denk je dat we gaan doen dan? Voor mij die baby gaan kopen. Heb jij genoeg gespaard dan? Ja. Ja? Ja. Wil je daarvoor gaan kijken dan? Ja. Laat zien hoe blij je bent. Je redt gewoon weg. Zie je hem al? Je moet ergens hier zijn dan, denk ik. Nee, ik denk hier aan de andere kant. Kijk, hier even omheen, zo aan die kant. Daar zag ik volgens mij... Staat hij er? Zie je hem staan? Hebben ze nou gewoon alle poppen hier? Behalve die jij wil kopen. Oh. Het is een beetje moeilijk te zeggen, want hier staat nou namelijk niet soft touch op, zeg maar, alleen baby born. Die 55 euro alsjeblieft. Je gaat het niet met muntjes kunnen betalen, schat. Je zal het met je briefjes moeten betalen. Weet je nog hoe je... Ja, dat is wel 50 wat die meneer ook zei. Dat is heel goed, maar je moet bij de briefjes zijn, hoor. Dus doe die er maar in. Aan de recht, of nee, aan de linkerkant nu. En dan moet je 55 euro tellen. Kan je dat? Dus hij mag nog 50. Ja, en dan moet je nog 5 euro erbij hebben. En 10 erbij? Heb je een 5je? Dan is 10 dan genoeg? Als je 5 moet geven? Goed nadenken, is dat genoeg? Ja. Ja, heel goed. En wat krijg je dan terug? Weet je dat ook? Als je 5 euro moet geven, je geeft de 10? Weet jij wel. Goed zo, 5 euro. Die dan? Hij is gebroken. Pak een ander voor je pakje. Oh, je bent hilarisch. Ben je blij? Ja. Dit is mijn bucketlist geworden. En dan ga ik deze... Check. Het is al laat. Ik ga lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Zie ik je morgen. Doei.